Nou, we hebben als V7 leiders net enkele besluiten genomen. Het is goed om aan te geven dat alle 6 leiders aanwezig waren op deze bijeenkomst. Ook BEP was vandaag aanwezig. Naast de VHP, de NPS, de Partijleger, de SPA en de DA91. We hebben als V7 leiding kennis genomen van de brief van de BEP. En de BEP was één van de partijen van V7. En BEP heeft duidelijk aangegeven namelijk dat zij zich terugtrekt uit de V7 politieke combinatie. En de juridische commissie van V7 heeft de V7 leiding aanbevolen dat door het terugtreden van BEP uit V7 dan de juridische basis van V7 is komen weg te vallen. U weet, we hadden een overeenkomst getekend als 6 partijen om deel te nemen aan die verkiezing met 6 politieke partijen onder naam V7. En door het wegvallen van BEP kan je niet meer dan praten over die politieke combinatie V7. En we hebben gezegd dat wij die samenwerking, deze samenwerking gaan beëindigen. En we gaan naar het parlement toe als afzonderlijke fracties. En we gaan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tekenen om samen te werken op het niveau van de Nationale Assemblee, de districtsraad en de resortraad. Meneer Brunswijk is ook naar het kabinet geweest. Hij is afgewezen geworden. Hij gaat nu de oppositie in. Gaan jullie ook met hem een samenwerking aan? Wij gaan sowieso partijen die bereid zijn om met ons samen te werken, de samenwerking bespreken. Maar dit is in ieder geval een samenwerking tussen de partijen die overgebleven zijn van V7. Omdat u rekening moet houden dat heel wat mensen, vergeet u niet die 100.000 kiezers, sommige van die kiezers behoren niet tot een van de 6 partijen, maar ze zijn gewoon V7. Ze stonden achter de doelen van V7, de idealen van V7. En die kiezers zijn ook belangrijk voor ons. Met die gevoelens van die kiezers willen we ook rekening houden. Maar we zitten met de politieke realiteit. En daarom zeggen we, laten we deze samenwerkingsovereenkomst beëindigen en direct gaan naar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. U heeft ook voeling gehad met meneer Brunswijk, heb ik begrepen? We voeren gesprekken met alle politieke partijen. En voor wat betreft meneer Brunswijk, als hij ook bereid is gezamenlijk oppositie te voeren, is hij welkom. Het voorstel blijft op tafel om de president in de assemblee te kiezen? We hebben dat besluit ook besproken. En we hebben gezegd, laat er 3 fasen zijn voor wat betreft de strategie. 1 is naar de toelating van alle leden. Daarna is er een tweede traject van de verkiezing van de vicevoorzitter en de voorzitter van de Nationale Assemblee. En vervolgens komt het derde traject, de verkiezing van de president en de vicepresident. Wij als VHP hebben issues gepresenteerd die wij graag besproken wensen te zien. Die worden ook besproken. Maar we kijken uit naar de inzichten van de NDP met betrekking tot onze issues, omdat we duidelijk aangeven dat die issues voor ons bijzonder belangrijk zijn en dat we inderdaad ook die nodige ondersteuning van de verkiezing van de president en vicepresident kunnen geven, ook als men deze issues meeneemt.